Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering. We zijn de archieven ingedoken en hebben uniek materiaal gevonden van 40 jaar te land, ter zee en in de lucht. En die hebben we achter elkaar geplakt. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze feestneuzen uit België? Zijn ze werkelijk zo goed als ze denken te zijn? Stemming zit er goed in Bergwaarde. Het is een mooie boot, vind ik. Ja, maar ik vind het echt een boot. Alleen, hoe gaat dat te water? Wat is het eerste contact met het water? Dat is heel goed. Hij drijft, maar daar hebben we het ook mee gehad. Er zit niet zoveel tempo in, maar hij drijft. En dat geeft altijd een rustig gevoel. Ook al zijn het carnavaleske figuren. Ja, en daar heb je altijd het moeilijke moment, hè. Die gretigheid. Je wilt te vroeg uitstappen. En kijk, hij is helemaal opgeslagen. Dan kan je het prachtig zien, hè. Dat die opblaasboot daar onderin. Het is wel leuk gedacht. Dat zijn nou weer de Belgen, want dat heb ik eigenlijk van de Nederlanders nog niet zo vaak gezien, hè. Zo'n luchtboot, zoals de Belgen dat noemen. Maar het heeft niet echt gewerkt. Het voelt mooi om zich. Ja, veel luchtverplaatsing. Oh, ik moet even kijken. Wat is dat nou voor een gek bootje? Let op, laten we eerst eens even kijken hoe dat in het water gaat. Hij gaat. Ja, hij doet het. Hij doet het niet. Hij zinkt voortijdig. Wat is dat nou, joh? Wat? Nou, daar begrijp ik nou echt niks van. Is dat een soort luchtbelding of zo? Ja, zwemmen naar de bel, dat telt niet, hè? Dat doen we niet daarmee. Nog even gauw in de herhaling kijken. De bedoeling is dat er een bootje uitkomt. Zou het een bootje kunnen noemen met veel gevoel voor understatement. En dan zit er een soort luchtbal. Niet begrepen. Wat zal die doen, de Batmobiel? Hij ziet er mooi uit. Het instappen is een heel nummer. Ben je klaar, Ros? Het uitstappen en het bellen, dat lijkt me ook een... Oh, nou, vroom laten we achter. En daar komt hij dan. Ja, die hebben het dus helemaal vol. Hij gaat snel zich onder die camera door. Maar hij zakt. Hij zinkt. Het is niet te geloven, jongens. Hoe kan... Kijk, zie je ze gelijk wegwezen? Dat ding, dat zinkt sneller dan het geluid. Ja, die zijn toch wel erg blij met die duikers, hoor. Ja, daar gaan we, hoor. Ja. Dat ging de vaat. Ja, hier. Kijk eens, ja. Nou, ik had ineens geen adem meer, maar ijskoud het water. Het hele plan van ons, dat ging eigenlijk helemaal nergens meer op ineens. Nee, dat was gewoon veel te zwaar. Ik was veel te zwaar, dat klopt. Ik sloeg achterover. Nou, zinloos gewoon. Ja, zinloos, echt wel. Ros Beyaert goes crazy. Ze komen bij Dendermonde. En ze hebben er enorm veel zin in. Maar ja, het is hoog hoor, daar. Als je daar staat en dan glij je naar beneden over die zeep. Ja, en daar komt het water. Oh, wat een prachtig beeld. Het paard laat zijn ingewanden zien. Nou, het heeft weinig met biefstuk te maken. Heel veel met lucht. Want zijn ingewanden drijven gigantisch mooi. En daar gaan de ridders. Te water. Het zat erin. Maar wat was dat prachtig gedaan. We gaan door naar de EMT'ertjes. Dat zijn mechaniciens uit Eerlegem, België. Die hebben van alles te maken met het herstel van bruggen. We hebben een soort oude brug gemaakt. Hij gaat goed. Oh, wat gaat dat rap, zeg. 5. Nou, dit geloof je niet. 100ste seconde verschil. Hoe is mogelijk? Tweede tijdje. Ja, duim omhoog. Alleen zit een snee in de paal. Hij ging ook zo hard. Nog eens even de herhaling kijken. Want dit is tobbedansen. Dat bootje komt precies goed aan. Scheert over dat water. En in één beweging trek je aan de bel. Prachtige tijd. 5.42. De tweede tijd voorlopig. Hier in Berlaren. Oh, dit is een hele... Ja, ik weet niet of het mopje bekend is. Van de oei-oei-vogel. Ja, Nederland kende met de oei-oei-vogel. En daar gaat hij. Hij komt uit Stevensbeek. Oei, ja. Dat is een harde landing. Ja, en helemaal niet waar hij had gedacht neer te komen. Ja, oei-oei. De bel haal je niet op deze manier. Maar het was op zich wel heel knap gedaan. Om toch een vrij grote boot waarmee hij te water gaat. En je ziet het. Oei-oei remt harder dan je denkt. En dan heeft de sprong meestal geen zin meer, hè. Zit er altijd in. Dit zijn de Magical Floating Thunderbirds. Dat zijn weer Belgen uit Duffel. Ben je klaar? Ze hebben Kathleen vooropgezet. Zijn studenten. En Kathleen moet het doen als ze op het water komt. En dat komt ze ook. Oh, ze duwen haar om. Oei. Daar krijgen ze spijt van, hè. Daar krijgen ze spijt van. Kijk, en ze redden zichzelf het eerste. Oei, oei, oei. Maar Kathleen, kijk eens even. Die had hem al helemaal... Die zag al precies wat er ging gebeuren. Ja, waterhappen. De vliegende Griflanders van het Griflandcollege. Zijn klaar, meisjes? Het is wel hoog zitten op dit prachtige piratenschip. Laten we eens even kijken. Hij gaat wel heel erg apart heen en weer. Maar hij doet het. Ja, ho, en een mooie tijd, zeg. 6.57. Die zetten er gelijk de sokken in. Ho, wat deed hij dat goed, zeg. Machtig mooi. Ja, dat willen we nog een keer zien in de herhaling. Want je denkt altijd, hij kan ook voor overklappen. Nee, kijk eens even. Daar hebben ze heel goed over nagedacht. Ja, ja. Nou, die hebben toekomst, die meiden. Zonder meer. Dit is het Fox-team. En die komen uit Oudenaarde. Klaar voor de start? Bart en Cedric.
Gewoon voor snelheid, geen gezeur, gaan, huppakee. Met zo'n klein ding over het water scheren en... Oh, mooie tijd. Binnen de 6 seconden. Ja, dat zijn de snelle jongens, hè. Ja, dat ziet er eenvoudig uit, maar je moet het toch altijd nog maar eventjes presteren op de baan. Kijk maar eens in de herhaling op het juiste moment. Moet je die zet krijgen, zodat je ook, kon je mooi zien in die herhaling, zodat je over dat water scheert en zo snel mogelijk naar de bel kan gaan. Ja, toppendansen, best een mooi onderdeel. Stikzwart heet dit spel uit de Tongeren. Ja, je ziet soms al een beetje aan de constructie. Nou, ik weet het niet, ik weet het niet. Er gaat nog een hele volle map van start. Oh, maar ze maken wel een tijd. 6.10. Dat was een volle bak op weg naar de bel. Kijk, dat kun je hier zien. Daar zitten 2 man in. Wat een hoop zeg. 2 man naar de bel. Ja, als de ene niet haalt, dan kan de andere het nog proberen. Hè? Dat zit er dik in. Heel, heel lang geleden jaagden wij op walvissen. Dat waren nog eens barre tochten en barre tijden. Ook voor de walvis trouwens. Heel anders dan het volgende spelletje. Op glad ijs. Deze sneeuwpop weet precies wat hij moet doen. Kijk maar. Deelnemers opgelet, attentie! Tante Riet met haar pas getrouwde nicht Dorien. Gaan op de schans af. Gaan bellen, ja, en dat dacht ik. Vol in het schuim, kijk. Tante Riet van Heijder even opletten of ze dat touw goed loslaat. Op het juiste moment, ze houdt het vrij lang vast. En daar gaat hij. Hup, los, goed en duiken. Om Dorien de kans te geven te bellen. Goed samenspel hoor. En natuurlijk even genieten van het schuim. Uit Dongen komen ze en ze zijn verkleed als worsten. Dat geef ik maar even door. Leo de Jong en goal van Bijnen. Als die heel blijft, gaat het mee naar carnaval, die bordsnet. En hoho, ja. Een worst die uit de soep komt, dat zie je niet veel. Red. Weer Friesland in de baan. Wordt goed fel geschaatst. Maar het gaat hem niet snel zijn tijd. Oh, jongens. Nee. Nee, nee. De constructie zat tegen. Jongen, jongen. Hij ging zo geweldig. Deelnemers opgelet. Attentie, daar gaat hij. Gerrit Buitenhuis uit Wezep. Gebouwd met de leden van de ijsclub Excelsior. Waar hij trainer is. Deze mooie vorkheftruc. En die doet het goed. Die komt eraf, zeg. Wow. De uien blijven staan. Ja, die zeg ik, ga het schuim niet in. Jij moet huilen, hè? Dat werkt. Maar kijk eens even hoe mooi dat gaat. Hoe die van die vorkheftruc komt. Hoog, prachtig bellen is dat, zeg. Mooie stijl daar van Gerrit Buitenhuis uit Wezep. Ja, dat is genieten geblazen. Deelnemers opgelet. Attentie. Dat zijn Brigitte Groei en Josephine Jansen. Zijn 2 zussen uit Nijkerk. Het had een paard met vleugels moeten worden. Pegasus. Maar de vleugels waren niet op tijd klaar. En de dames? Nee. En daar is de ijshockeyclub uit Tilburg in een broodje hamburger. Ook zij proberen natuurlijk hier een goede tijd te scoren. Nou, wel een goede wedstrijd. Ja, vind ik wel. Niet de snelste tijd. Zit hem toch even dat venijn in dat laatste stukje. Goed omhoog glijden. En natuurlijk snel naar die bel komen. Hij zat erg achterin. Hè. Het scheelt weer 1/10 van een seconde. Deelnemers opgelet, attentie! Stefan Hart uit Breda, je moet even opletten wat het is. Het is een wintermuts met een bolletje bovenop en het bolletje is die zelf. En dat komt nog ver ook. Ja, wat leuk zeg. Had ik niet verwacht. Nou, een beetje laf in het schuim, maar hij kan blijven staan natuurlijk. Deelnemers opgelet, attentie. Wieringers doen het op glad ijs. Dat zullen we dan eens even afwachten. Met Dennis en Jan uit De Houkers komen ze in het bed. Het bed gaat omhoog, ja. Nou, eigenlijk best aardig. Rustig ritje. Maar ja, voor een bed, hè. Deelnemers opgelet, attentie! Jan van der Wijst uit Vorstenbosch is er vaak bij. Maakt ook leuke dingen. Het zal best gezellig zijn daar in Vorstenbosch. En daar gaat hij in zijn upje. We volgen hem omhoog en nu naar die bel. Ja. Wat doe je nu? Wat dit? Wat maak jij nou, joh? Wat is dit? Heb je erop gerepeteerd of zo? Loslaten doe ik hem niet meer, zeker. Ik zou hem vasthouden. Ja, vasthouden. Deelnemers opgelet, attentie! Dat is spontaan het schuim ingaan. Even in herhaling, willen we nog even van meegenieten. Dan zie je gelijk weer die techniek, hè? Dat omhoog komen, touw loslaten en dan in combinatie aan die bel trekken. Dan even alles vergeten en dan die erlevenis van het schuim. Nog steeds de snelste tijd, 5.97 van de ijshockeyclub Utrecht. En hier zijn de NS'ers uit Leiden in een zogenaamde TGV. Zo'n hele snelle toekomsttrein. Nou ja, snel.
Maar hij stopt wel waar hij stoppen moet. Nou, voor iemand die zo laat aankomt, bel je wel hard, hoor. Ja, nou, we hadden een klein beetje vertraging. En de wissels waren dus toch een beetje bevroren, maar ja. Deelnemers, opgelet. Attentie! Joost Rademaker komt uit Heemstede. Zit er warmpjes bij. Laat het heel rustig over zich heen komen. Kijk, dit net op een zeteltje. Op het gemak komt omhoog. En gaat het? Nee. Reken maar dat die walvisjagers het ongelooflijk koud hadden vroeger. Ze zaten soms uren en dagen en jaren op zee. Daar hadden deze brandweerlieden absoluut geen last van, want die zaten met z'n allen in een barbecue. Geloof je het niet? Nou, kijk maar. Het is echt waar. Ja, daar staan ze dan klaar. De brandweer uit Zeewolde die vrijwillig naar beneden gaat. Zeewolde, opgelet! En ook nu weer, ja, het blijft bewonderenswaardig hoe de inspiratie is gevonden in de barbecue. Maar houden ze ook de karretjes goed op? Prima. Nu eens kijken naar de goede tijd van 12.69. En we zien, dat redden ze niet. 15.47. Maar ze staan goed. Nog een keer kijken naar het koppelen. En met name het ontkoppelen. Een beetje driften op de baan. En uiteindelijk komen ze mooi tot stilstand. Volgens mij kan dit best een aardige poging worden. Want het ziet er goed uit, ze hebben het getest. Het ziet goed met het aanhangertje, het voorkarretje. En dan gaan ze keurig, kijk eens naar die piepende... Ja, luister naar die piepende remmen en kijk naar die karretjes, moet ik zeggen. 12.81. Het staat voortreffelijk. Het gaat heel erg hard. En ze zetten hem goed neer. Nou, het scheelt heel weinig. Net geen eerste dus. Ja, dit telt niet meer. Na het rode vlak, maar het is nu al een soort... Wat is dit nou? Het lijkt wel een strijkijzer. Maar ze komen toch. Het is een heel vreemd gezicht. En je denkt, hoe kan het er komen? Ja, die ene schiet er overheen en de andere eigenlijk ook. Dus we kunnen niet meten. Maar het zit zo laag bij de grond dat het karton eigenlijk afremt. Dat wat ze niet willen, alhoewel, daar hebben ze het wel nodig. Kan je eens uit Ruurlo? Opgelet! Wijnand doet het voor de lol mee en hij is erg enthousiast. Ze hebben een auto met een open dak gemaakt en een aanhanger met een boot. Maar die wieltjes zijn niet goed. Dus ze hebben overal over nagedacht. Alleen niet, hoe kan ik nou goed op de baan blijven? Mensen verkijken zich op de hoogte. En de klap die je dan toch moet opvangen om goed op de baan te blijven. Hier gaat het fout. Ik moet even terug naar mijn jeugd in de 60 jaren. Met je Pleiners en deze dus, Dijkers. Carlo Sloek en zijn maten in twee dijken. En het werkt ook nog, want je denkt dat gaat absoluut niet werken. Maar kunnen ze ook remmen? Nee, één niet en de tweede schiet er ook overheen. Maar leuk hoor, om dit zo te zien. En het werkt veel beter dan iedereen, denk ik, aanvankelijk had gedacht. Het tartschot voor het blikje en de wals. En ze houden goed afstand van elkaar. Dat betekent dus dat de een geen invloed heeft op de ander. En de ontkoppeling is goed, dus het werkt allemaal heel solide. En ze zetten, zetten een hele behoorlijke tijd neer waar het niet dat het blikje over de rand gaat. En het blikje wordt eruit gehaald, zoals alles er werd uitgehaald door die fantastische duikers. Mello en omsteken, opgelet! Dit ziet er ook weer heel goed uit. Dit zou een hele goede tijd moeten kunnen worden als ze hem goed op de baan houden. Maar de achterste is een beetje de driften. De voorste, De achterste was de snelste, dat bleek. En die kon hem niet meer houden. Dus weet de voorste niet dat het al lang gespeeld is. Over en uit is dit verhaal. Kijken ze naast zich, dan weten ze niemand meer naast zich. Want die liggen nu al te water. Zijn de Clutch Tigers er klaar voor? Opgelet! Ze zijn er al eerder bij geweest en ze deden het toen best aardig. Nu hebben ze ook weer een constructie waarvan je denkt, dit zou een hele goede kunnen worden. 12.69 is tot nu toe de beste AI, maar ze ontkoppelen niet goed. En dat is dom eigenlijk, want deze constructie had tot een veel beter resultaat kunnen leiden als er goed was ontkoppeld. Nu gaat het mis. Dag kwakers, zijn jullie er klaar voor? Ja. Opgelet, attentie! Nou, ik hoop in ieder geval dat voor Lars het allemaal goed afloopt, want anders heeft hij voor niets in de mestput gelegen. Het is heel mooi gemaakt, het ziet er goed uit, het ontkoppelt, alleen niet. En dat is toch een van de onderdelen van de aanhanger wind. Je moet wel ontkoppelen.
Ze zijn zo aan elkaar gehecht. Het is een echt team. Is ook wel mooi om te zien. Misschien wel een teamprijs. Prachtig gedaan. We kunnen geen afscheid van elkaar nemen. Coureurs klaar. Lostrekkers klaar. Opgeluid. Als het werkt zoals het is uitgedacht, gaan we kijken naar een topprestatie. Daar ben ik van overtuigd. Kijken of het inderdaad goed functioneert. Het gaat snel, het stuurt ook nog goed. En nu ontkoppeling. Hij heeft goed losgekoppeld. En nu kijken naar de tijd. 12.67, 12.67, 12.67, 12.67. Dat is de snelste tot nu toe. Het scheelt 200ste. Prima prestatie, zegt. Het gaat snel, het gaat goed en het remt. Nederlanders zijn wereldberoemde botenbouwers. Zij wisten precies hoe een boot moest blijven drijven. De volgende kandidaten van Hoog en Droog, ja, dat waren een soort van, dat waren echt een soort cadeautjes die we kregen. Ik weet niet wat ze bouwden, maar het was geen boot en het bleef al helemaal niet drijven. Lemmings, spannen koppie. 5 seconden, 700ste. Die tijd die kunnen we vergeten. Het gaat om, de ballonnen. Een ballonnetje. Een ballonnetje dat zweeft in de lucht. En de kist, die haalt het net niet. Ey, het cadeautje sneuvelt. Gerbert Oosterveen komt dus uit Nijenveen en hij moet... Oh, zijn ketting gaat eraf. Ai. Ik denk dat hij gaat een goede tijd neerzetten. En meteen knalt die ketting eraf. Ja, hij komt, want hij heeft genoeg vaart. Ongetwijfeld aan de andere kant. Kijk, hier die druk zetten en dan die klap. En heel veel kettingen gaan eraf. Oh, wat is dit zonde. Want daardoor krijgt zijn maatje, die straks komt, zijn neef Peter... een behoorlijke kans om in ieder geval een betere prestatie neer te zetten. Kijk naar het balende kopje. Dit zijn de springschapen Jessica Spreen en Alanda Oosting. Ze komen uit Bijlen. Weet u nog, Bijlen? Ooit een keer van die treinkaping. Bijlen en Wijster. Toen fan in het nieuws, misschien nu ook als ze een goede prestatie neerzetten. 75ste, een snelle tijd wordt het niet. Maar ze halen met dit hele mooie en leuke voertuig gewoon de bel. Want het ziet er heel solide uit. Ze zitten gewoon heel goed. Helemaal niks aan de hand en gewoon bellen. 14 seconden, ja, 14.52ste. Prima prestatie. Mag je tevreden mee zijn. Deelnemers klaar. Roel Jacobs en Johan Stoffels komen uit Hoogstraat en dat ligt in België. En ook hier lijkt de kettingaandrijving niet helemaal je dat. En met z'n tweeën, dan gaat het fout. Oh, ja, wie was er het eerste? Net ging het niet goed met zijn neef, met Gerbert. Nu dus Peter, hij met zijn dubbele aandrijving. Bij zijn neef ging het fout met de ketting, maar dit speert aan de andere kant. Dit wordt de snelste tijd, dat kan niet anders. 4.96ste, de snelste tijd tot op dit moment. Wat een knal, zeg. Fantastisch. Ja, giga. Mooi gedaan. We kijken naar Willy van der Sluis uit Emmen met zijn paardje, oftewel Cavallino. Gaat hij hard genoeg? Hij schommelt een beetje. Hij blijft aardig in de balans. Hij zet een behoorlijke tijd neer van 8.92ste. Ja, niks aan te doen. Goed, prima. Hij is blij en tevreden. En dat mag ook. U denkt wel eens, het is puur een spelletje, dat is het natuurlijk ook. Maar voor een heleboel is het ook topsport. Is het gewoon presteren om zo goed mogelijk naar de andere kant te komen. En zie je dus spanning, zoals ook bij haar, om te kijken of ze het haalt, of ze niet in het water komt. Ja, maar Jantje, heel gewoon, heel simpel. Prima naar de andere kant. Ja, het is zo makkelijk, lijkt het. Yvonne, succes en Hans ervoor. Nou, we gaan maar eens kijken. Yvonne heeft trouwens een lange tijd aan motocross gedaan. Ze is niet voor een kleintje vervaard, vindt ze zelf. Nou, laten we eens gaan kijken. Nou, dus voorlopig gaat het niet echt heel hard. Twee fietsen, drie bedden, zes plakken karton. Dat is snel, maar dit niet. Nee, ja. Met z'n tweeën. En kijk de chauffeur. En alleen roepen voor Yvonne. En kijk niet eens waar Hans is, hoor. Echt niet. Yvonne, blijf er duiven. En ja, omgegooid en weg. Nederlanders zijn gek op water. We varen, we zwemmen, we duiken. Net als de volgende kandidaten in Fietsum erin. Die gingen ook duiken. Al geloof ik niet dat dat precies de bedoeling was. Kijk maar. Eerste kandidaat bij Fietsum erin, Guido Huygens. Ja, hij is op vakantie in Texel. Hij heeft even de vakantie onderbroken. Hij komt uit Leusden. En daar staat Danielle. Danielle, gaan ze vandaag allemaal wegschieten. Veel zin in. Die denkt, was ik maar gewoon op mijn vakantieadres gebleven. Kijk, hij gaat wel helemaal op de trillend van start, weet je wat dat idee. Alsof je gebit los zit. Dat gewerkt. Nee, die gaf de gouden de brui aan. Dos cervezas, twee pils. Een lekker biertje hebben ze hier nou wel verdiend. Succes!
De mannen komen uit Knesselaren in België. Het zijn dus debutanten zoals zoveel Belgen. Ze doen het voor het eerst met een uiterst merkwaardige, moeilijk en windvangend geheel. Maar ja, applaus, want hij doet het wel. En dat is knap, want het is geen makkelijk nummer om mee naar de overkant te fietsen. Dat is heel knap gedaan, mannen. 10:75, fantastische tijd. Maar dat hadden jullie niet kunnen dromen, hè? Wij hadden het niet gedacht. We hadden rekening gehouden met het water. Maar alles wat bitter was, is meegenomen natuurlijk. Hè. Maar dit weer is wel lekker, het water. We hadden zin in een frisse duik, maar toch blij dat we hoofdkant gehaald hebben. Zet hem op! Wienette en Jacco, de lifesavers. Jacco, hij dient in het harde. Dus dat is een hele bekende legerplaats. Kijk, gewoon rechtuit de loop volgen. De loop zat erin, zeggen ze wel eens in de sport, maar ik ben benieuwd hoe Wienette hierop reageert. Ja, hou je roer recht, hou je loop recht, maakt niet echt uit. Nou ja, ze hebben pas 2 jaar achter de rug, hebben nog jaren te gaan, hè, om erover na te praten met name. Hè. Dat zul je altijd zien. Ze komen er altijd op terug. Kijk, daar zijn de fans in Amersfoort. En voor de zuipschuit, die komt uit Poppel. Met al die fans gaat het vast goed komen. Ja, maar wat zo gek, Danielle. Kijk, die tweede man, die heeft een pak aan. Dat heeft niets met drinken te maken. Alles nog over, ben ik wel betuigd. Nou, het is wel een heel kort ritje geworden. Knap dat ze toch, laten we zeggen, een 3 meter en 22 centimeter op de baan hebben gefietst. Theo en Peter Lichthart uit Andijk. Andijk, succes! Ja, het is eigenlijk Andijk, hè? Uit Noord-Holland. Ho, wat is dit? Die hebben op een dijk getraind, maar die dijk was natuurlijk zo breed als pad, zeg. En dat hele dunne balkje kwam eraan. Die dachten, wat is dit? Is dat fietsen erin? Ja, dat is nou fietsen erin. Laat maar eens zien hoe jullie kunnen stunten. Kom aan. Ja. Nou, dat wordt zeker stuntwerk, want het is met een joekel, Danielle. Kijk, het trapt wel. Zag je dat? Leuk trappen. Oh, jammer. Ze trapten allemaal gelijk met trapplankjes. Zag je dat? Kon je nog net even mooi zien? Wat een waanzinnig ding. Jij maakt een stuurfout. Nee, het was een coördinatiefout, denk ik. We zijn niet helemaal recht voor de afgrond ingezet. Mark Roelofs uit Nijverdal hoopt ooit een grote vrachtwagen te gaan bereiden. En hier is dan een heel klein vrachtwagentje met veel steun van de fans. Fiets niet makkelijk, hoor, met zo'n heel ding om je heen. Hè? Zet hem op! Ik ben benieuwd hoe ver hij op de baan komt. Kijk, dunne bandjes. Dat is altijd... Oh, wat jammer nou. Nog niet eens aan het smalle middengedeelte toegekomen. Ik had het zo jammer. Maar het is knap, hoor. Maar het is echt niet makkelijk. Amersfoort lacht. Terecht, kan me iets bij voorstellen. Wat denk je hiervan? De lustige kameraden. Ze lusten er een. Ik hoop dat jullie voor de spanning al een paar biertjes op hebben. Succes. Ja, ze komen uit Hamond Achel. Nou ja, daar worden lekkere bieren gemaakt, hè. Ho, ho. Even kijken. Het is een heel groot kratje. Merkwaardig. Waar ze mee bezig waren, want die eerste meters zijn zo leuk om naar te kijken. Want dat bepaalt eigenlijk of het lukt of niet, hè. En ze hebben wel veel werk aan gehad. Kijk, daar gaan ze. En achterin denken ze, wat gebeurt mij? Nou, toch zeg. Het is zo'n fietsje wat je ook wel eens ziet dat vader of moeder het kind erachterop hebben. Die mogen ook mee trappen. Wat is dit? Deze pinguïn had last van evenwichtstoornissen. Maar vanaf het eerste moment... had hij al iets van, nee, dit wil helemaal niet. Dit is mijn terrein niet. Je ziet het denken. Nog even doortrappen, maar nee. Het was geen klimmer, zouden ze in de wielersport zeggen. Dit zijn de animatiefabriekers, ook uit België. Ga je gang. Uit Duffel. Oh, wat is dit, jongens? Oh, wat geweldig, zag je dat? Die zwaai al in het begin, zeg. Die waren nog niet eens begonnen. Hier, moet je kijken. Woep, links. Dat is de langzame wals, hè. Engelse wals was dat, hè. Heel duidelijk. Hij ziet er heel mooi uit, maar ik vraag mij altijd af met zo'n hele omvang. Ik vind het er maar super uitzien. Ja, maar blijft dat ook wel goed als het op de baan komt? Want je krijgt eerst al een beetje een zetje van... Zeg, hij zit er gelijk naast, wat jammer. Maar dit was geen fietsen meer in. Dit was gewoon een tewaterlating van een heel mooi ding van de carnavalsvereniging. Want hij is mooi. Kijk, technisch zit het ook allemaal goed in elkaar, hoor. Alleen het fietst niet. Maar je moet er ook meer naar kijken. He, daar gaat het in feite om niet gebruiken. Gewoon kijken. He, dat is... We vonden in het archief nog veel meer. Bijvoorbeeld dit. Nou jongens, dat kan helaas niet meer. Maar weet je wat, zit je gewoon de volgende keer. Dus tot dan.